Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 26 november 2015. Dus het bulletin van donderdag. Vandaag hebben we opnieuw Contestia als data met de identieke instellingen van gisteren. Wel staat het audioniveau van de data vandaag iets lager. 355 hertz dus en 8 tonen. Vandaag heb ik één nieuwsfeit, namelijk de Raspberry Pi organisatie maakte vandaag bekend te komen met de Raspberry Zero. Een computertje dat kleiner is, maar krachtiger dan de uiterst populair geworden eerste versie van de Raspberry Pi. Het dingetje met een 1 GHz ARM 11 processor met toch nog veel aansluitmogelijkheden en een identieke GPIO layout als de eerdere versies gaat slechts $5 kosten. Omdat ik vandaag verder niet in de gelegenheid was om een uitgebreide uitzending te maken, zet ik vandaag twee historische fragmenten uit. Eén daarvan heb ik een poos geleden ook al eens uitgezonden. Ik begin met de opening van het gebouw van de Wereldomroep. Pal beneden de PI2 NOS repeater in Hilversum, waar de repeater er bij de opening op 11 oktober 1961 dus nog niet stond. Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum, op woensdag 11 oktober 1961. Een bijzondere dag. Een feestelijke dag. De dag van de feestelijke opening van de nieuwe studio. De voorzitter van het bestuur van de Wereldomroep, de heer Dailly. De Wereldomroep gebruikt de wonderen der techniek, vervult ze met geest en richt de teugel in alle windstreken op Nederlands boodschap van vrede en vriendschap, van Nederlands denken en kunnen aan alle volken der wereld te brengen. In het nieuwe studiogebouw, dat de vorm van een vliegtuig heeft, sprak vervolgens Hare Majesteit de Koningin. Vanuit de cockpit van dit vliegtuig wensen deze schone libel een behouden vaart, met de wens dat ze de Nederlandse boodschap aan rijks- en landgenoten, aan vrienden en vreemden, mag overbrengen. En dat doet de Wereldomroep. Nu in de meest moderne omgeving. In het Nederlands en in 5 vreemde talen. Dit is Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum, met een uitzending in het bijzonder bestemd voor Suriname en de Nederlandse Antillen. And now, ladies and gentlemen, as it's a tradition, I'm inviting you to our proverbial and traditional nice cup of tea in your kind company. Everybody happy? I like a nice cup of tea in the morning. Good! Sini Hilversum, Sierra Indonesia, Radio Nederland. U luistert naar de Afrikaanse uitzending van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. La nueva planta de estudios y oficinas de Radio Nederland ha sido inaugurada hoy en presencia de su majestad la reina Juliana de los Países Bajos. Dag en nacht, vrijwel het hele etmaal door, laat de Wereldomroep via de etergolven de stem van Nederland in de wereld klinken. Het is voor duizenden, landgenoten en buitenlanders, een vertrouwde stem geworden. Het tweede fragment betreft een bezoek van hoogwaardigheidsbekleders aan het zendstation FOHI, de Philips Omroep Hollands-Indië in Huizen, Noord-Holland. En dat was op 20 september 1933. Dr. Philips demonstreert aan de heer Van Aalst een watergekoelde korte golfzendlamp van 10.000 watt. Bij de hoogfrequente versterkertrappen. De driefasige luchtgekoelde gelijkrichter. Het afstemmen van een der versterkertrappen. Het bestuur van de Philips Omroep Holland-Indië heeft gaarne gevolg gegeven aan het verzoek van Polygoon om door middel van het filmjournaal te tonen waar en hoe deze omroep werkt. Ongetwijfeld toch zullen velen in Nederland daarin belangstellen. Vooral zij die familieleden in Oost- en West-Indië hebben. Deze familieleden zullen zeker hoog hebben opgegeven van het genot dat hun door de uitzendingen wordt geboden, waardoor zij in nauw contact met het vaderland kunnen blijven. Enthousiaste, ja aandoenlijke brieven bereiken ons voortdurend uit die verre landen. Wat een ontzettend groot genoegen moet het dan ook niet zijn om zich in Indië 's avonds in verbinding te stellen met het vaderland en het gevoel te krijgen tot één grote familie te behoren, welke leden zich steeds meer aan elkaar kunnen hechten. Daarom, de FOHI moet blijven.
Het zou een ramp zijn voor ons land en voor allen in Nederland en overzeese gewesten indien zij verdween. Ik heb nog tijd voor een derde fragment. Dat gaat over de bouw van het station van Radio Nederland Wereldomroep op Bonaire. Volgens mij heb ik dit fragment ook al eerder een keer uitgezonden. Als reuzenkakteeën zijn op het Antilliaanse eiland Bonaire de masten omhoog geschoten van een tweetal nieuwe korte golfzenders die het mogelijk moeten maken de stem van Nederland in Noord, Midden- en Zuid-Amerika luider te doen klinken. De in totaal 17 masten, waarvan de hoogste 103 meter is, en die in de brosse koraalbodem een stevige fundering krijgen, worden hier gebouwd in opdracht van Radio Nederland Wereldomroep. De stichting die in Hilversum een eigen studiocomplex bezit, van waaruit 24 uur per dag programma's over Nederland in vele talen de ether ingaan. You are tuned to Radio Nederland, the Dutch World Broadcasting System. Aquí Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos, a través de Bonaire, Antillas Neerlandesas. Natuurlijk zijn er ook uitzendingen in het Nederlands. Luisteraars, goedenavond. Hier is Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum, met een uitzending in het bijzonder bestemd voor Zuid-Amerika, ten zuiden van de Amazone. Al sedert 1945 onderhoudt de Wereldomroep zo het contact met Nederlanders in den vreemde en geeft ze in de ruimste zin voorlichting over ons land. Voor het relayeren van de programma's maakt ze sinds enkele jaren gebruik van het zenderpark van Trans World Radio op Bonaire, dat een zeer groot bereik heeft. Maar hiervoor moet een hoge huur worden betaald. Om nu onafhankelijk te zijn, bouwt de Wereldomroep zijn eigen zendstation op Bonaire, dat te beginnen in 1969 de programma's over ons land tot in de verste uithoeken van het westelijk halfrond vrijwel storingsvrij zal uitdragen. Muy buenas noches a todos desde Holanda.